Shanna Koerten deelt tijdens de feestdagen het blije nieuws dat ze in verwachting is van haar derde kindje. Echter, nu blijkt dat haar zwangerschap in gevaar is door een bacterie waar ze mee rondloopt. Zo vertelt ze in haar podcast Grabbel en Gebabbel. Shanna, die samen met haar nieuwe liefde Nordin in verwachting is van een meisje, ontdekt dat ze een ongewone bacterie heeft die ruikt naar ui of knoflook. De geur verschijnt op verschillende plekken op haar lichaam. Verontrust door de onbekende geur en omdat ze niet weet waar het vandaan komt raadpleegt ze een dokter. Daar krijgt ze te horen dat ze inderdaad een bacterie heeft, die bovendien gevaarlijk kan zijn voor haar zwangerschap. Shanna onthult dat de bacterie vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap kan veroorzaken, wat een zorgelijke situatie is. Hoewel ze op dat moment al ver gevorderd is in haar zwangerschap en voorbij de risicovolle periode is, kan de bacterie nog steeds vroeggeboorte veroorzaken. Ze staat waarschijnlijk voor een antibiotica-keur, hoewel ze zich bewust is van de mogelijke negatieve gevolgen daarvan. Ondanks de spanning rondom de situatie, blijft Shanna kalm en relativeert ze het feit dat ze weinig kan doen.